al een champignon. We zijn in Zwammegat, oftewel standaard buiten. En het is donker en toch is hier een optocht. Hebben ze iets op gevonden? Al 23 jaar. Een lichtjesoptocht. Het is heel erg koud, kan ik je vertellen. En toch zijn er duizenden mensen die hier de kou trotseren om weer te komen kijken. En ja, een paar van die mensen die staan hier, die hebben wel een heel bijzonder plekje. Onder meer de burgemeester. Burgemeester Denis, ja. Dat is een mooie promotie, hè, voor Standaard Buiten. En niet alleen voor Standaard Buiten, voor de hele gemeente Moerdijk. En maar eigenlijk moet ik het u helemaal niet vragen. Nou heb ik hier een heleboel prinsen uit. Het is allemaal van de gemeente Moerdijk? Ja, dat zijn ze nog niet eens allemaal. Ik geloof dat we er eigenlijk 11 hebben, maar er zijn er ook een paar die zijn nog in hun eigen dorp met activiteiten bezig. Dan moet ik Prins Marcel hebben. Ja, Prins Marcel, waar is die? Ah, hier, kom er eens even bij, Prins Marcel. Een van de prachtige prinsen hier van de gemeente Moerdijk. Ja, dit is wel uw feestje, hè? Dit is mijn feestje, ja. Al 12 jaar lang mag ik rustig zeilen. En die optocht? Ja, de optocht 23 jaar. Ja. Momenteel, waar wij als Zwammegat ontzettend trots op zijn. Ik kan me voorstellen, wat gaan wij nou allemaal zien? Al die mensen die deze optocht nog nooit gezien hebben. Deze mensen die deze optocht nog nooit gezien hebben. Het is eigenlijk niet te beschrijven wat je ziet. Het is alleen... Je moet het zelf zien. Het is zo gigantisch, zo mooi, zo groot. Waar kun je het mee vergelijken? Misschien een Disney World. Alleen, dit is weet meer. Je wat? We gaan gewoon kijken. Maar ja, kunnen we het gewoon zelf gaan bekijken? U lekker hier buiten, ja. Ik ga zo naar binnen. Ziet het ook nog? Dat is het motto dit jaar hier in Standaard Buiten. Nou, inmiddels ben ik lekker ergens binnen gaan zitten waar ik alles goed kan bekijken. En ik doe dat niet helemaal alleen. Nee, wie kan je nou beter uitnodigen dan iemand die hier al jarenlang, misschien wel aan het hoofd van de carnaval staat. Ook jarenlang prins geweest, Leo Boeren. Welkom Leo. Dankjewel. Ja, dit is een beetje jouw optocht ook, hè? Ja, dit is eigenlijk, hier zijn we mee begonnen, het tweede jaar toen ik prins was. En het is zo geweldig geworden. Het is zo'n kick als je hier aan meedoet. En ja, iedereen vertelt het weer. En er staat zoveel publiek. Dat is gewoon, fantastisch. Ja, het is mij al veel verteld. Ik had hem nog nooit gezien. Maar het is gigantisch. Als je nu al kijkt bijvoorbeeld. Dit is dan de eerste wagen. Het begint meteen met een hele grote wagen. Van de bouwclub de Kanwelbouwers. Vertel eens wat over. Wat is dit voor club? Wat is dit voor wagen? Want alles draait, alles beweegt. Ja, dit is... Dit zijn jongens die hebben al een jaar of 8 of 9 deelgenomen aan deze optocht. En dit zijn de Kanwelbouwers. En wat zie je ervan? Dat zijn eigenlijk jongens die vroeger in de jeugdraad zaten in Zevenbergen. En wanneer ze naar de middelbare school toe gaan, dan vielen ze eigenlijk een beetje in de gat. En zodoende is het gekomen dat ze zeggen, wij gaan ook eens bouwen. We zien de concurrenten, de bouwclub De Concurrenten. Wat is dat? Ook weer bijzonder kleurrijk. Maar hier beweegt niet zoveel. Dit is juist weer op een hele andere manier dat ze omgaan met licht, hè? Dat thema. Ja, ja. Dit zijn de concurrenten. Dat zijn eigenlijk 3 gezinnen hier van het dorp. En als je die ook bezig ziet ergens op een plek. En die hebben een heel klein garage en waar ze dan dit maar uitkrijgen. En ik zou je niet vergissen. Bel vanavond alsjeblieft niet de brandweer. Want hier zit de brandweercommandant bij. En die zal het heus wel veilig houden en met brandbussen en noem maar op. Dit is ook iets wat er uit 3 gezinnen voorkomt, ja. Die het doen voor hun kinderen. Fantastisch is dat, hè? Ja. Iedereen bouwt daar dus aan mee. Ja, ook hier bij de landbalkers vind je het weer terug. En dat zijn ook weer 4 of 5 gezinnen die vroeger in andere clubs hebben gezeten. En die zeggen, nou, onze kinderen die zijn een beetje opgroeiend. Wat gaan we doen? Wij gaan zelf weer een wagen bouwen. En het mooie thema erin verwerkt, u ziet het ook nog. Ja. Nou, we zien het zeker. Zeker. Heel mooi op het motto. Het bottenzooike zien we nu met balmaskee. Nou, dat is duidelijk. Allemaal gemaskerd. Op de wagen. En ook hier maken ze er een groot feest van. Ook weer in een enorme grote wagen. Want hoe hoog is zo'n wagen nou? Ik denk dat die ook gemiddeld al 1,50 meter is. Maar dat kan je toch al niet meer eigenlijk in een hal kwijt, hè? Nee. Het is het spul in onderdelen dikwijls naar buiten toe brengen en dan opbouwen. En er zijn er ook bij die bouwen op net voordat ze bij de startplek zijn van een optocht. En het gebeurt dat er kranen bij komen en hoogwerkers en verrijkers om het hele spul op te bouwen. Niet vooruit de braande, de brandweerwagen van de groep Gebeiteld. Nou ja,
Het is ook weer een grote wagen. Alles is hier groot, groot en groot, lijkt wel, Leo. Ja. En dit is BC Gebeiteld. Ook een vriendenclub weer, hè? Ook een hele grote vriendenclub. Op allerlei manieren proberen eens met dat licht te spelen. Kijk, hier hebben we de draaikrakers. Werk ook mooi met lichtgevende verf weer, hè? Dat je het goed kan zien. En ze willen wel laten zien wie ze zijn, inderdaad. Dat is ook goed voor de jury. De dijkrakkers. Zij hebben een knalfeest met vuurwerk. Althans, dat willen ze graag uitbeelden. Zijn wat later dan februari. Nog eventjes goed oud en nieuw overdoen. En dat is ook weer een ploegje wat weer een jaar of 10 bestaat. En ze zeggen ook, ja, het is gewoon het geeft een geweldige kick om hier mee te doen. En ze hebben dan de Chinese stempel met vuurwerk. Je ziet hoe druk het is, inderdaad, hoe populair dat hier in de omgeving. Iedereen wil hier toch bij zijn, iedereen wil het gezien hebben. Ja, ja, als je zo'n 15.000 tot 17.000 bezoekers krijgt op een dorp met 3.500 inwoners. Ja, dan moet er nogal wat gebeuren. Wil je dat hebben? We hebben de Ottertotters uit de Noordhoek. En, ook zo'n vriendenclub. Die rijden hier al, ik denk ook een jaar of 17, 18. En ja, dat is ook een ploeg die ook wel eens hun tegenslagen hebben natuurlijk. Maar die altijd met behulp van de andere wagens dan weer tot een gegeven komen wat je hier ziet. En dat is echt een vriendenclub. En die komen uit Noordhoek. En die zullen morgen ook wel meer rijden in Noordhoek, denk ik. Maar dan zonder de lampjes, denk ik. Ja, ja, ja. Het Kliekske. Daar zijn we nu bij aangekomen. Klikske heeft een wagen met kunst. Hoe meer zou er werk te zien moeten zijn van Vincent van Gogh. Ik haal het er zo snel nog even niet uit, maar dat zal er ongetwijfeld in te zien zijn. Dit Klikske is ook weer een ploeg die dit jaar in Noordhoek ook de 11e van de 11e bal heeft georganiseerd voor de jeugd. Dus je ziet het bloedkruid hier wel in het carnavals gebeuren. Er zit inderdaad heel veel technisch vernuft in. Wat kost zo'n wagen om dat te kunnen maken? Er zijn erbij die gaan van 12.000 tot 15.000 euro gaan ze weg. Worden ze verkocht. Maar je ziet het, hè? 7 of 8 kilometer lichtslang, dat is niks te veel. Dan snap je het wel inderdaad waar dat in gaat zitten. Ja. Je kijkt naar de lichtjesoptocht in Zwammegat. Oftewel standaard buiten. Je ziet dat hier bij Omroep Brabant en televisie samen. Maken we dat met de lokale omroep RTVM, de omroep van Moerdijk. We proberen alles zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ook hier weer de volgende groep. Welke groep is dit, Leo? Dit is de KPJ, dus en de katholieke plataillant, jongeren. Het Maaskantje is hun thema. Ja, ja. Het Maaskantje natuurlijk van de New Kids, een ontzettend populaire televisieserie. Die draait om een paar jaar. Loersers eigenlijk, een beetje, waar niks mee te beginnen is. De Groeten uit Brabant is een carnavalshit. Ja. Ja, en het past er natuurlijk wel bij dat plattelandsjongeren het Maaskantje geweldig vinden. Kijk, het bord van het Maaskantje. Ja. De burgemeester die wil geen nieuwe borden meer hebben omdat ze steeds gestolen worden. Nou, waar er één of twee hier gebleven zijn, ja, dat kunnen we nu wel zien. Die staan hier op de wagen in standaard buiten. Dan kan de burgemeester ze terug gaan halen. Ja, fantastische ploeg. Ja, niet een grote wagen, maar wel een van die vele anderen die gewoon meedoen. Want het gaat hier ook gewoon om kleinere clubs en kleinere ploegen. Doe er ook mee. Het is een grote loopgroep. Ja, ik vind het nog nauwelijks een grote loop. Het is gewoon ook weer een grote wagen eigenlijk die erbij hoort. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dat breidt ook steeds verder uit. Dat zijn ook 3 gezinnen. En dat is ook weer met de brandweermannen bij. Altijd keurig netjes afgewerkt. Ze bestaan nu ook 5 jaar. En ook de kostuums zijn gewoon helemaal in de puntjes. In de puntjes verzorgd. En die kijken uit. Hier is toen destijds een brug kapot gevaren in 1978. En
dat was de brug naar Oudenbosch toe. En hun kijken nu uit naar een nieuwe loopbrug die daar misschien zal komen, ooit in de toekomst. Dat we weer met de fiets op een hele korte tijd in Oudenbosch kunnen zijn. Dat je niet meer helemaal om hoeft te fietsen. Ja, ja. Dit is een ploeg die had alles met kleding. Kijk, ziet u dat? De scharen die komen op tevoorschijn. Dat is echt het kleding maken. De paskamer. Het gordijn is dicht. Ja. Van de paskamer. Dus. Zie het in, denk ik. De uilenbalken. De uilenbalken. Dat is een hele koets van de uilenbalken. Vier prachtige paden ervoor. De schatkist bovenop. Het koningshuis. Ons koningshuis. Ja, dat zien we ook nog. Zie je het ook nog? Ons koningshuis. De lakeien zijn erbij. Een klein lakeitje. Dit hadden we nog niet gezien. We hebben veel draaiende elementen gezien, maar dat een wagen ook echt op en neer lekker schudt, alsof je lekker aan het dweilen bent. Daar moet een heleboel hydrauliek ook weer achter zitten. Er staan per slotverrekening ook gewoon mensen op te hossen. Het is een gigantische burcht, inclusief draken. Ja. De volgende grote wagen. Enorm de hoogte ingegaan. Daar zie je het verschil goed in. Dat, in het polyester en in het papiermaché. Ja, ik denk dat dit papiermaché is. Ja. Daar zie je toch wat meer vaak het geraamte nog in met het kippengaas. Ja, als je tussen al het andere lichtgeweld het ziet, dan is deze redelijk beschaafd was die. Het is Goudwecht. Dat is de volgende wagen alweer. Gewoon een straat die zegt van wij gaan eventjes verenigen en we gaan eventjes een wagentje bouwen zie je. Allemaal met de kids erbij. Ja, zo word je gewoon helemaal groot gebracht met carnaval. Ja. Hè? Dat zit gewoon in het bloed. Ja, de disco step. Een bierstep mensen, jawel. Ja. In ieder geval geen dorst vanavond, dat is duidelijk. Maar hier moeten ze het gewoon met een stuur doen. Dit is het monster van Loch Ness. Ja, het is een zeker een monster. Die zijn ontstaan uit de ploeg van de Rietbengels. En dan zeggen ze, daar zitten onze vaders en moeders in. In die grote ploeg de Rietbengels. En die zijn, deze zijn allemaal vanaf de 10 tot de 17, 18 jaar. Maar en die zo hebben... te zien wel met een beetje hulp, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ze zullen niet alles aan mogen raken natuurlijk met de lichtslang. Er zal hier en daar wel een flinke helpende hand van ouders geweest zijn. Ja. Dan komen de lurkers. De lurkers zien het ook nog. Dat is het wat ze uitstralen. Ja, dat is ook het motto natuurlijk. Dus dat ze op de wagen ook maar genoemd. Die lurkers, die ploeg, dat is ook weer 5 gezinnen, waarvan er de heren zitten in het bestuur van de carnaval. Van de carnavalsvereniging, de deurzetters. Ja, die hebben dus weinig tijd gehad van het jaar. Normaal, weinig tijd is niet te zien. Nee, nee. Dus de vrouwen die hebben even de slag overgenomen, zie je wel. En die zijn eventjes met de slang er ook nog even overheen gegaan. Kijk, dat zijn de Rietbengels. Net hadden we het over de kinderen. En dit zijn dan de ouders. Van de Rietbengels. Ja, het is wel een tikje groter ook. Wat ja, ongelooflijk. Hele dit is grote echt, ploeg. Dit is hoeveel meter hebben we het hier over? Hoe hoog? Hoe lang? Nou, ik denk dat deze ook weer een meter of 6 hoog is. Zo je ziet. Ik denk dat er gauw ook weer een meter of 14 lang is. Ja, een flatgebouw.
kijken ze van een slang, van een verlichting. Hier zou wel 8 kilometer in kunnen zitten. Ja, dat zou erin kunnen zitten. Ja. En het zit allemaal met klemmetjes vast. Met elektriciteitspijpklemmetjes. Het zit er allemaal vastgemaakt met schroefjes. En dat gebeurt dikwijls om de 20 centimeter, om de 10 centimeter als ze iets om moeten. Ongelooflijk veel werk zit daar, ja. In, wil je daar mee zeggen. Ja, ja. Het gaat over eten, deze wagen. De kok werkt al wat naar binnen. Er wordt een loopgroep er tussendoor die zo toch ook trots meedoen. De Markbouwers. Het schip gezonken in Mark. Dit is nou de ploeg die zelf een loods heeft gebouwd met vergunning. Die hier het eerste jaar, vanaf het eerste jaar meedoen. Die de lichtjesoptocht gemaakt hebben tot een van de grote. En waarvan andere ploegen het een en ander afkijken. En die ze zelfs nog helpen van hoe dat het moet gebeuren. Het is een ploeg die nu ongeveer allemaal jongens van, of heren van 40, 45 jaar. Die zo'n 20, 25 jaar aan meebouwen. En die er ieder vrij uurtje aan besteden. De volgende wagen alweer van de bouwclub. De Kleipeentjes. Uit Feyenaard. Uit Feyenaard. En die hebben het dan over de bouw natuurlijk. Hè. Zie je dit ook nog in de bouw? Ja, daar is het op het moment een beetje minder in. Maar als ik zo eens kijk, dan denk ik dat hun het allemaal nog wel zien. En toch zeker kunnen zien. Dit keer nog wat ze hebben aangebracht. Kijk, er staat dan een schoffel op en een... Een soort van bochtenbouwer. Ja. En de bouwvakkers lopen gewoon lekker mee. Ook weer met prachtig gemaakte attributen. Ja. Dat koop je niet in de winkel. Dat wordt gewoon gemaakt. Nee, nee, nee. Dat wordt zelf gemaakt en verzonnen. Hier heb je de kids. Nou... Het woord zegt het al. De kinderen. Het is een heel groot begrip geworden hier in het Zwammergat. Die zijn vanaf februari vorig jaar gelijk doorgegaan. Want opa had zijn huis verkocht en die ging naar het bejaardentehuis. En dat bouwde hun altijd in een grote schuur. En die jongens zijn maar gelijk verder gegaan. Dit zijn allemaal van 15 tot 20 jaar. Onvoorstelbaar. Er zit de zoon bij van Prins Marcel ook nog. En ja, de prins van Zwammergat. Dus het bloed. En die hebben een auto en die is 40 meter lang. Ja, het is ongelooflijk, 40 meter lang. Dus hebben vorig jaar zijn ze eerst geworden hier. Hij is 4,5 meter breed en 8 meter hoog. Ze hebben vorige week met een... De hoogste denk ik die we nu toe gezien hebben. Ja. Met onderdelen hebben ze eerst proefwezen rijden hier op het dorp. Of dat ze er doorheen komen. Door naar de Boerkes, bouwclub de Boerkes. Ja, het is eigenlijk oneerlijk om daar zo'n gigantische wagen te komen. Want ja, dan zie je het verschil wel in die 8, 9 kilometer lichtslang. En dan ja, deze wagen die daar toch iets minder lichtslangen had. Iets meer gebruik heeft gemaakt van een andere manier van verlichting. Maar ook die hebben een jaren. Hè? Ook die hebben een lol. En die krijgen ook een applaus van het publiek. Ongetwijfeld. En ook die krijgen een kick van hetgene wat er aan de kant staat. En dat ze zeggen volgend jaar, we zijn er weer. Dankjewel Leo Boeren. Fijn dat jij hier met mij toch wilde vertellen wat we eigenlijk allemaal gezien hebben hier in Zwammergat. Want dit was de optocht in Standaard Buiten in Zwammergat. Bedankt voor het kijken en tot misschien wel volgend jaar. Ja, la, la.